is oké, okay, als we fluisteren. Allee, dat is oké okay voor de micro. Nee, je mag gewoon praten. Okay. Dat zijn echt wel heel leuk. Dan moeten we zo echt heel luid fluisteren. Ja. Er zijn toch ondertitels, normaal. Ah, zo, wat is voilà. Ik zeg wat je wil. Oeh. Mag ik zien? Dit is jouw eigen boek, hè? Ja. Ja, sommige meisjes houden niet van rozen. Ja. Wacht, dat is de Nederlandse vertaling. Ja, origineel in het Engels uitgekomen. Ja, dat is het ook alweer, de Swan Guide. The Ultimate Survival Guide to Being a Girl. Ja, oké. Okay. Ja. Super. En jouw... mag ik tekeningen zien? Ja. Ja? Heel graag. Staan ook in de flyer en op jouw Instagram en zo. Ja. En ja, voilà. Ja. Oké. Okay. Ja, zeer interessant, daar gaan we het niet over hebben. Dat zou een beetje oneerlijk zijn, hè? Vind je waar, niet? Om over je eigen boek reclame te komen maken? Ja, ik vind dat ook erg om te doen. Ja, oké. Okay. Dus, maar het is dus... Het is fantastisch. Het is echt fantastisch. Hè? Voilà, dan moet jij het niet meer zeggen. Oké, voilà. Okay. Merci. Wat heb je meegebracht? Ik heb vandaag 3 verschillende soorten boeken mee. Ja. Die ken ik. Ja, voilà. Als je die eens 1 keer hebt zien staan in de bibliotheek, dan weet je het wel, hè? Eens als je die ziet... Geweldige titel. Settle Hard of Not Giving a Fuck. Ja. Ik heb er eens een foto van getrokken en we zitten lachen met de vrienden en zo, maar ik heb hem niet gelezen. Oei. Ik weet niet wat erin staat. Het is eigenlijk heel simpel. Hij is in het Nederlands uit ook, hè? Hij is Nederlands ook uit, maar ik heb hem gelezen in het Engels. De edele kunst van Not Giving a Fuck. In Nederlands. Ja. En wat is het eigenlijk? Ah, kijk, ik was er terug in begonnen. Ah ja? Ja. Hier? Ik was er terug in begonnen. Het gaat eigenlijk over hoe dat je geen fucks geeft. Want ik ben blijkbaar een persoon die dat zich alles mega hard aantrekt. En ik zag dat boek liggen in de boekenwinkel van de luchthaven. En ik dacht, kom, ik ga dat gewoon meenemen. Daar wordt zoveel over verteld, er wordt zoveel over geschreven. Ik dacht, ik ga dat eens lezen. Ja? En het is echt een zelfhulpboek? Het is een zelfhulpboek. Ja, ja, ja. Want het klinkt als een grap, hè? Het klinkt als een grap, maar het is eigenlijk ook heel, heel cynisch, heel bijna sarcastisch geschreven. En dat heeft mij enorm aangesproken. En ik ben gewoon... blijven lezen, heel de vlucht lang en het was uit. En sindsdien pak ik dat altijd mee. Het is wel al 2 jaar geleden dat ik het heb gelezen, maar ik blijf soms nog denken aan dat boek en dan geef ik geen fuck. Voilà. Dus je trekt je alles veel te veel aan? Ja. Maar hier heb je van geleerd, trek het u niet aan? Trek het u niet aan, maar tot op een bepaald niveau. Want het boek vertelt eigenlijk hoe dat je je fucks kunt verdelen. Of hoe dat je fucks kunt geven aan dingen die er echt toe doen. Wacht, en uw fucks zijn... Ja, wat dan? Uw fucks zijn eigenlijk... Ja, uw energie, uw investeringen, uw tijd. Het giving a fuck, het wel giving a fuck, is, moet je goed verdelen. Goed verdelen. Ja, zodanig aan de juiste dingen geven. Ja, en zodanig dat het niet uw energie opslorpt of dat het niet draining wordt of zo heel overweldigend wordt. Ja, ja. Oké. Okay. En wat zijn jouw favoriete vaks? Ik heb nooit gedacht dat ik die vraag zou stellen. Mijn favoriete vaks zijn tijd spenderen met mijn vrienden, tijd nemen voor mezelf ook, dat is ook heel belangrijk, en gewoon geen vak geven over dingen die er niet toe doen. Bijvoorbeeld, ik zeg maar iets, negatieve commentaar op Instagram of zo. Ja. Dat trok ik mezelf heel fel aan vroeger, maar dat nu niet meer. Ja. Nee. Want ik wou er niet over beginnen, want ik denk ik zit hier met een populaire Instagrammer, maar zo ganse dagen op je telefoon zitten lijkt me zo typisch ook een geval van... Dat kan ongelooflijk veel energie vreten, hè? Absoluut, dat is een energievreter. Mijn smartphone zit ook vastgeketend aan mijn hand en ik probeer daar ook een beetje van af te stappen. Natuurlijk. En dan heb je van een goed ouderwets papieren boek geleerd. Ja. Laat dat ding hoe los. Dat het moet. Ja, hoe dat het echt moet. Hè. Ah, ja, tof. Ja, ja oké, okay. Goed. Super. Dat is een simplist, hè? Voilà. Iedereen lezen, dan worden we allemaal gelukkig. Ja, gelukkiger. Ja, ja, nog gelukkiger. Nog gelukkiger. Oké, okay. Wat is dit? Dus je hebt 3 soorten boeken. Nee, wat is dit? Boeken. Dit is zelfhulp. Zelfhulp, ja, zo kan je het omschrijven. Ja, wat is dit? Dit is een roman. Dit is het romannetje. Ja, maar, klein, hè? Maar, onderschat het niet. Ja. Verkruimeld land. Verkruimeld land van Ayasabi. Ayasabi. Ja. Ik heb haar ontmoet. Ik heb de eer gehad om haar te ontmoeten. Ik denk een jaar en een half geleden op een evenement waar wij alle twee moesten spreken. Ja. En zij... zij kwam vertellen over haar boek. Dit is haar debuut trouwens. Ja. En ik werd gewoon op slag verliefd op haar. Eya is een vrouw van de wereld. En toen, vanaf het moment dat zij begon te spreken, was ik echt... Ik hing aan haar lippen en dat is echt, dat zij
de verpersoonlijking was van een rederijker, een hedendaagse rederijker. Omdat zij gewoon, ja, omdat ze gewoon hoe dat zij dingen vertelt. Want het boek is heel metaforisch. Hè. Het is echt, het is niet per se een. Het is ook niet één verhaal. Het zijn vijf verhalen die op een bepaalde manier verbonden zijn of niet verbonden zijn. Het is hoe dat je het zelf interpreteert. Maar hoe dat zij gewoon. Kijk, je hebt een kip. Een stukje. En weet je wat zij doet? Okay. Zij doet zo die kruiden daarop. Zij seasont die chicken en dat is eieren. Oké. Okay. Ja, zij spice dat. Rederijker, kip. Gekruidenkip. Dat zijn de trefwoorden. Gekruidenkip. Voilà, gekruidenkip, heel belangrijk. Gekruidenkip. Ja. Zou ze blij zijn met die omschrijving? Ik hoop het. Ja. Ik hoop het. Ik denk het wel. Dus je hebt toen het boek gekocht? Gekregen zelfs. Alrighty. Ja. En gesigneerd. Ja, gesigneerd. Ja. Liefste Christina, blijf je ongelooflijke zelf. Dat is mooi, hè? Lief, hè? Ja, absoluut. Ja. En dus gewoon lezen, het is een goed boek. Gewoon lezen. Ja. Ja, het is heel... Het, spicy. Het slurpt u echt op. Ja. Het slurpt u op. Ik vind het een mooi pleidooi ook. Je doet dat supergoed. Dank je. Ja. Misschien ga ik hem wel kiezen. Ja. Blankets. Ja, de dikste, maar de minste woorden. Ken ik als een van de allereerste... Graphic novels die heel beroemd is geworden, hè? Ah ja, ja. Ja, waar er echt wel over geschreven werd. Heel mooi ook. Een deken van sneeuw. Een deken van sneeuw in Nederlands. Ja, dit is de... En pubic hair. Ja, lapsig. Dat is dan het eerste wat een mens ziet. Ja, en pimpels. Enfin, is wat. Ja. Vertel eens, wat moet ik daarover weten? Dat was mijn eerste graphic novel. Ooit. Ah, ja. En toen illustreerde ik nog niet, of toch nog niet professioneel. En ik heb dat gekregen voor mijn 17e of 18e verjaardag van een vriendin van mij die in een boekenwinkel werkt. En zij zei, dit is echt voor u. Maar als je kijkt naar die andere boeken, die zijn niet zo heel dik. En dit... Dat is gigantisch. Gigantisch. Ja. En ik was al meteen afgeschrikt. Ik dacht, oh, dat gaat mij een eeuw en 3 dagen kosten om daar door te geraken. Maar toen je het open deed, bleken het printjes te zijn, gelukkig. En ik was zo blij. En ik heb dat in 1 ruk uitgelezen, geloof het of niet. Ja? In 1 avond, gewoon op mijn verjaardag nog, in mijn bed, helemaal uitgelezen. En dat is mij... Ik ben een hele grote fan, nog altijd, When we were young, my little brother Phil and I shared the same bed. In de zolderkamer. Ja, heel mooi. En dat heeft me ook trouwens geïnspireerd om ooit zelf later een graphic novel te maken. Ja, allee, ik ben daarmee bezig. Ben je illustrator geworden door dit te lezen? Misschien indirect. Zeg mooi, ja. Je ziet de stijl, hè. Het is ook heel zwart-wit. Dat is exact wat ik probeer. Een beetje op, hè, wat je doet. Maar dan zo'n beetje simplistischer. Dat van jou, hè? Van mij. Absoluut, absoluut. Ik gebruik geen schaduw, geen contrast. Ja. Oké. En toen dacht je, maar je hebt zelf nog nooit een graphic novel gemaakt. Nog nooit. Ja, nog nooit. 1 printje, 2 printjes. Ja, want graphic novels is eigenlijk echt een vak apart. En dat is, ik vind persoonlijk dat er nog in België te weinig aandacht aan wordt besteed. Ja. Omdat er gewoon te weinig rond gedaan wordt of zo. Ja. En daarom dacht ik, kom, als ik het volgende project wil ik zelf eens een graphic novel maken. Zoals deze, zo mooi als die blankets van... Zo mooi, dat weet ik niet, maar... Met wat minder schaduw dan. Want ik denk, voor 1 pagina, daar zit je dus echt al een hele dag aan. Hè? Dat kan ik me voorstellen. Ja, dat zal wel. Ja. Want je moet je verhaal schrijven, je moet je format maken. Ja. Kaders, schetsen. Zeg, maar nu is het moeilijk, hè? Ja. Ik vind het heel leuk, maar... Je hebt hem niet gelezen. Ja. Nee, ik heb hem niet gelezen, maar de basisidee snap ik zo precies wel. Hier heb je zo goed over gesproken, maar dit is ook heel mooi, hè? Ja, ik weet het. Ah, verdomme toch. Het is alle twee mooi op hun eigen manier. Blankets? Ja. Oké, blankets. Ja, oké. Ik wou vragen, wil je hem signeren voor mij? Maar het is jouw eigen boek, dus je gaat hem weer terug naar huis pakken. Hè? Ja, ik wil hem wel signeren voor u, zeg maar. Mag ik hem lenen? Tuurlijk. Echt? Heel graag zelfs. Wauw. Heel graag. Het is echt een mooi verhaal. Het is echt een prachtig verhaal. Ja, de eerste printje is al een verliefd op te worden. Ik wil er niet te veel over vertellen, maar het gaat... Niks vertellen. Oké, ik ga niks vertellen. Het is echt een heel mooi verhaal. Dankjewel. Graag gedaan.